De man die voor ons de verkiezingen volgde, Charles Groenhuizen. Hij is net terug uit Oeroeskan, de minister van Ontwikkelingssamenwerking, Bert Koenders. Hij heeft ook twee blanke grootouders. En wat is dat voor afro-identiteit die zij delen? Columnist Stefan Sanders is de gast. Kijk even naar deze foto. Dit is denk ik de foto die je bedoelt. Ja, precies. Ik zit nu in een verbarring, dus ik kan het niet vinden. Maar ik heb een soortgelijke foto van mijn ouders. En dan zit ik daar in het midden. En ik denk dat mensen van de buitenkant dan denken, oh, dat kan je wel zien dat dat niet een echte zoon is of niet een echte kleinzoon. Mm-hmm. Maar dat voel je zelf niet zo. Ik ging in 1991 werken in Amerika, aan de universiteit. En ik was een Nederlander, ik ben hier geboren. En dan moest je iets invullen. Was ik Caucasian of was ik Afro-American of was ik Latino? Ik zei, ja, dat vind ik toch echt moeilijk. Nou, zei mevrouw, zullen we gewoon Afro-American doen? Zeker. Heeft u nog iets meegekregen van de toestand in Amerika eigenlijk vannacht? Ik had een jetlag van hier tot Tokio vanuit die reizen die ik gemaakt had. Dus ik wist het om 6 uur. Dus toen de wereld veranderde en Bert Koenders sliep. En ik sliep, ja. Mijn geliefde, die een Surinaamse man is van origine, die feliciteerde me. En ik feliciteerde hem ook. En toen zei ik ineens, wat raar, we feliciteren elkaar met een Amerikaans president. Dat hadden we nog nooit voor Balken en de Bos of wie dan ook gedaan. Tot nu toe heeft Obama heel veel talent en heel veel geluk gehad. Zijn hele politieke carrière. Die combinatie ook voortdurend. Alleen om nu een succesvolle president te worden, heeft hij dat talent volop nodig en zal hij ook heel veel geluk nodig hebben. Ik heb de indruk dat Obama ietsje donkerder wordt in de loop van de jaren. Maar denk je dat Obama dan zijn huidskleur dan toch uiteindelijk wil gebruiken? Nou, het is denk ik dat je daar niet omheen kan. Hij heeft het juist niet gebruikt in zijn campagnes. Als je naar de zonnebank gaat, wel. Luister eens, ga jij nooit naar de zonnebank? Nou ja, maar niet om mij voor te doen als een bruine man. Zou het nou moeilijker zijn in de Verenigde Staten om president te worden als vrouw of als zwarte? Als vrouw. Als Hillary en Obama vergelijkbare personen zouden zijn geweest. Dus dat is dus niet zo. Mm-hmm. Maar stel, dan denk ik dat uiteindelijk, als ze helemaal dezelfde kwaliteit, met zo'n soort positieve discriminatieverhaal, dan denk ik dat uiteindelijk mensen voor een man kiezen. The failure is mine, not yours. The failure is mine, Charles. Wat heeft hij fout gedaan? Veel. Zelfoverschatting. Een boodschap die meer over gisteren dan over vandaag en morgen gaat. Hij heeft gedacht dat de oude campagnewet van als je nou maar flink met modder gooit, dat mensen daar misschien schande van spreken, omdat het uiteindelijk het effect heeft. Bij Obama werkt dat niet. Dat zag je de afgelopen pakweg 5-6 weken ook al voortdurend. Hij ging zich steeds presidentiëler gedragen. Daardoor heeft ook van deel McCain geen succes gehad als een moddersmijterij. Het gleed eigenlijk bij Obama van hem af. Niet alles uit Amerika, wat uit Amerika komt, is goed. Denk bijvoorbeeld eens aan de ingestorte huizenmarkt daar. En wat staat ons op dat vlak te wachten? Dat vragen we aan de directeur van de vereniging Eigen Huis, Marlies Pernot. Dus een huis kopen om heel snel nu waarde te gaan verdienen op een huis, dat is op dit moment niet meer aan de orde. Ik zou nu mijn huis waarschijnlijk even niet zomaar verkopen. Maar er zijn mensen die gaan scheiden, hebben ander werk, of het is gewoon een huis uit de nalatenschap. Wel. Die moeten wel verkopen. Ja, daar is het niet echt een gunstige tijd voor. Dan zitten mensen met een huis wat ze gekocht hebben en ze zitten ook nog in hun eigen huis en ze denken, hoe overleef ik dit? Want ik zit met twee hypotheken, dus mensen maken zich daar erg zorgen over. Kan ik me ook wel voorstellen. Maar die zorgen die zijn wel en niet nodig. Als je twee huizen hebt gekocht, dan kun je in ieder geval beide hypotheken aftrekken. Je krijgt een soort overbruggingskrediet. Dus je moet dat natuurlijk niet al te lang doen, maar een tijd lang kunnen mensen dat wel volhouden. Ja, het is echt een kopersmarkt. Dat de huizenmarkt eigenlijk een beetje stil blijft liggen. Dus dat er helemaal niets gebeurt. Stil water. Stilstaand water. Kijk, wat er echt, en dat vind ik toch wel dat heel erg belangrijk is. De overheid zou een kans laten liggen als ze niet zorgen dat ze die woningmarkt weer in beweging krijgen. Meer Amerikaanse soldaten naar Afghanistan. Jacht u dat toe? Ik denk dat het wel goed is dat alle aandacht nu een beetje naar Afghanistan gaat. De vorige Amerikaanse regering, moet ik zeggen, nog de huidige, heeft natuurlijk dat uitstapje naar Irak gemaakt. Waardoor ook allerlei problemen... Uitstapje? Het grootste understatement van een jaar hebt. Het is gewoon een verschrikkelijke oorlog gevoerd. Maar het kan wel zo zijn dat extra troepen ook de mogelijkheid creëert om bepaalde posities in het land beter vast te houden. Ook minder het luchtwapen in te zetten. En dat kan op zich ook meer steun opleveren in de regio. Het hangt helemaal vanaf hoe het gebeurt. En of
Obama inderdaad van plan is te doen wat hij ook gezegd heeft, namelijk een combinatie van militaire, politieke en ontwikkelingsmaatregelen. Nederlandse militairen, meneer Koenders, nu klagen over het gedrag van Amerikanen en zeggen dat omdat die Amerikanen zo verschrikkelijk ruw en hard daar tekeer gaan in Afghanistan, kunnen wij eigenlijk nauwelijks de hearts and minds winnen van die Afghanen. Ja, nou dat heb ik niet zo gehoord toen ik in Oeruzgan was. Ja, maar u bent de minister, ze kijken wel uit. Iedereen weet dat het militaire middel nodig blijkt. Kijk maar naar de hoeveelheid geweld die er ook is van de kant van de Taliban. Maar er is geen louter militaire oplossing. Ik vind wel dat, nogmaals, dat Obama versterkt de richting die ook Nederland voorstaat en die ook steeds meer steun krijgt. Dat als je daar in Afghanistan wil winnen, wat maar even, dus, dan heb je een brede, legitieme regering nodig. Dan heb je dus ook nodig dat je werkt op een samenspel van ontwikkeling, politiek en militaire middelen.